Yo iedereen van Be Live en welkom terug bij een nieuwe Prepwat Nieuws video. In deze video gaan we het hebben over Warby Belgium die het themagebied aangepast heeft waar de Cobra zo staat. Hun abonnementen worden ferm omhoog gestegen en Bellewaerde heeft de afkeuring gedaan voor een nieuwe achtbaan. Ik zie u zo meteen na de intro. Zoals we weten is Walibi Belgium enorm aan het veranderen. In dit seizoen zullen ze namelijk hun nieuwe themagebied openen, of een themagebied die ze aangepast hebben openen. Wat kan ik daar nieuw verwachten? Dat is namelijk de zone waar de Popcorn Revenge zal geopend worden. Vroeger was dit gebied namelijk waar het gebied rond India of Indiaanse Bollywood film werd uitgebeeld. Maar nu zal deze zone de Karma Zone gaan noemen. Deze zone strekt hem uit tot het Paleis van de Geest en de Raja Rift. Het Paleis van de Geest heeft namelijk ook zijn aanpassing gekregen en de Cobra ook. Vroeger had de Cobra de kleuren met rood en geel en is nu aangepast met beige en hout. Zelfs de karretjes hebben een lichtblauw kleurtje gekregen. Ook hebben ze daar het ijskraampje weggehaald voor een heel nieuw restaurant. Voor een heel nieuw restaurant die Delicious zal noemen met Oosterse gerechten, dus waar de bezoekers lekker kunnen gaan eten. En het kindergebied Walibi Playland zal ook een heel metamorfose krijgen. Dat zal namelijk Fun World gaan. Er zal ook een pad aangelegd worden zodat iedereen makkelijk dit gebied kan gaan betreden. Dit gebied kreeg namelijk ook een nieuwe attractie, namelijk de Fun Pilot. Het pretparkseizoen is begonnen en dus is namelijk ook de bedoeling dat deze gebieden ook toegankelijk zullen worden voor publiek. Maar wanneer de attracties echt zullen geopend worden, weten ze nog niet echt. Het kan ook zijn dat Popcorn Revenge geopend is wanneer pretparkseizoen begonnen is. Omdat ze wel heel hard vooruit gewerkt hebben. Het schijnt zelf dat dit gebied helemaal onherkenbaar is geworden. Dus we zijn wel benieuwd. En wie een combi-ticket wil kopen in Walibi Belgium, zal deze keer wat meer gaan betalen. Dit is nou een abonnement waar parking in zit, inclusief toegang tot feestdagen enzovoort. Kostte vroeger 144 euro. Nu is dat namelijk gestegen naar 224 euro. Dus Walibi Belgium heeft de prijs wel heel erg laten stijgen voor abonnement. En Bellewaerde was van plan om een nieuwe familie achtbaan te bouwen, namelijk de Kanda Coaster. Het zou een achtbaan zijn dat je via de bomen of tussen de bomen heen zal gaan. Maar Bellewaerde heeft deze vergunning namelijk zelf ingetrokken, omdat ze nog niet echt konden zeggen hoeveel bomen er omgekapt worden. Deze achtbaan zou namelijk in een bosgebied terechtkomen. En omdat niet zeker was hoeveel bomen zou moeten omgekapt worden, heeft Bellewaerde deze vergunning ingetrokken. Misschien dat ze wel deze vergunning eens opnieuw zullen aanvragen, maar daar zijn nog geen zekere plannen over. Ook hebben ze aangevraagd om parking A opnieuw te kunnen aanleggen. Dan zullen jullie eventjes weer terug op de hoogte van de nieuwe pretpark nieuws. En vond je dit een leuke video? Geef dan maar zeker dat duimpje omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even niet het belletje naast de abonneerknop aan te klikken, zodat je telkens een melding krijgt wanneer ik een video upload. En ik zie je terug in de volgende video. En vond je dit een leuke video? Vergeet vooral je like niet te geven. Wil je abonneren op mijn kanaal? Druk op het knopje hiernaast. Wil je een vorige video zien? Klik dan op het knopje hiernaast.